Ik ga demonstreren hoe je een Lypvert LXC veilige container kunt configureren. Ik doe dit in een virtual in een Lypvert KVM QMU guest. Oh, dat gaat even niet gebeuren. Dus ik moet even het systeem opstarten. First start. En dan it's this do. Test 2 network 1 gaan we gebruiken. First start test. Network 1 en clear that en het is opgestart of het is aan het opstarten. Dan ga ik verbinden via SSH. Ik weet toevallig dat dit het IP-adres is van de guest en ik heb dit geconfigureerd als een statisch IP-adres, dus ga ervan uit dat het hostsysteem een statisch IP-adres moet hebben. En of dat nou een guest is of een fysieke server, maakt niet zoveel uit. Als het maar een statisch IP-adres heeft, want de eigenschappen van deze configuratie is dat je een webserver draait. En een webserver is altijd wel fijn als je statische IP-adres hebt. Oké, nou, ik heb een checklist gemaakt met alle stappen die je moet doen om een veilige container op te zetten. En de eerste stap is om FirewallD te dumpen. FirewallD is nieuw en een hele hoop componenten zijn nog niet afgestemd op FirewallD. En in dit geval wil je toch IP-tables gebruiken. Dus laten we dat maar gewoon doen. Eerst maar eens even root worden. En dan gaan we IP-tables services installeren. Dus wat we hebben gedaan is we hebben FirewallD uitgezet, stopgezet en dan installeren we IP Table Services. Oh, en dit is een up-to-date Fedora 20 systeem, by the way. Dus het is helemaal bijgewerkt, maar het is wel een vanilla minimale installatie, dus het heeft heel weinig pakketten. En dus er is verder rest niks speciaals, het is gewoon, je installeert gewoon Fedora 20. Je werkt erbij, de pakketten werk je bij en dan in minimale installatie. En dan zouden deze stappen moeten dan allemaal gewoon gaan werken. En nou creëren we een nieuwe configuratie, twee nieuwe configuratiebestanden voor IP-tables. Want die zijn er niet als je IP-table services installeert en die heb je wel nodig. Dus je doet gewoon dit. En dit is gewoon een standaard configuratie. De enige port die open is is port 22, want die heb je nodig om de SSH erin te secure shellen, om het zo maar eens te zeggen. En dat doe je ook voor IP6 als je dat hebt. IP6 is weer net even iets anders, want ik geloof niet dat. Ik weet niet hoe dit precies zit, maar dit is gewoon een standaard configuratie die bij Red Hat geleverd wordt, dus er is niks mis mee als het goed is. Oké, nou heb je dus twee configuratiebestanden in /etc/sysconfig. IP-tables en IP6-tables. Deze hebben we net gemaakt. Die twee. En laten we maar gewoon rebooten. Zodat. Oh, ik ben er nog niet, geloof ik. Ik ben er nog niet. Laten we eerst maar even kijken of er nog meer stappen zijn. Ik moet natuurlijk even IP-tables en IP6-tables ook even aanzetten. Anders dan schiet het nog niet op. En nou rebooten. En als het nou goed is, is dadelijk
firewall D weg. Wordt niet opgestart en zijn de IP6 en de IP-table regels geactiveerd. Ik probeer er een beetje snel doorheen te gaan. Want je kan alle details van gaan uitleggen, maar dan ben ik echt gewoon een dag bezig. Dus we verbinden maar weer. Sudo shell abc123 is het password. En dan psaus grab firewall D om te zien dat hij niet draait. Om even zeker te zijn dat hij niet draait. Nou, het draait niet. En IP tables. En dan list alles verbose. En dan kan je zien dat het de regels die ik heb geconfigureerd, dat die ook echt geactiveerd zijn. Dus vrij weinig vergeleken met firewall D. Firewall D heeft een hele hoop chains. Laat een hele hoop chains. Dus dan heb je als je dit command uitvoert met firewall D, dan krijg je een hele lijst. En dit is heel klein, kort en krachtig. Op een webserver heb je firewall D niet nodig als je het mij vraagt. Het is gewoon een hele simpele configuratie met IP tables. Dus, maar zo kun je zien dat het is toegepast. Die stap 1 hebben we nu achter de rug. En we hebben nu dus firewall D vervangen met IP tables. En we hebben een simpel setje met regels. Nou moeten we de componenten installeren die we nodig hebben. En dat is Lightword Sandbox, WordPress, MariaDB, Tar, Wget en PulseCore Utils Python. we installeren WordPress van Fedora, omdat dat ervoor zorgt dat we alle afhankelijkheden ook dan installeren. Als je bijvoorbeeld WordPress van de WordPress site downloadt, dan moet je maar gokken of je alle afhankelijkheden ook hebt geïnstalleerd. En als je dat van Fedora doet, dan rekent Fedora automatisch uit welke afhankelijkheden je moet installeren. Dus dat scheelt weer een stukje hoofdpijn, zeg maar. Maar we gaan wel uiteindelijk WordPress van de WordPress site gebruiken en niet WordPress van Fedora. Maar we gebruiken wel of we gebruiken wel de Apache configuratie van de geïnstalleerde Fedora WordPress pakket als een template. Maar dat zie je dadelijk wel. In ieder geval door WordPress te installeren installeer je alle afhankelijkheden behalve Maria database. Tar en Wget hebben we dadelijk ook nodig en PolicyCore Utils hebben we dadelijk ook nodig. PolicyCore Utils Python. Oké, dit is stap 2, vrij simpel. Stap 3, we moeten een nieuwe virtual netwerk creëren, want in dit systeem bestaat dat niet en je kan dat gewoon zien door het. Oh, actually. We gaan eerst maar eens gewoon rebooten zodat LiveVert geactiveerd is. Want we hebben dus nu net LiveVert Sandbox geïnstalleerd en we moeten natuurlijk wel even rebooten voordat die service ook kan starten. Want ja, voordat we een nieuw virtueel netwerk gaan maken, moet natuurlijk LiveVert opdraaien. Dus daarom rebooten maar weer. Dus we hebben nu alle pakketten geïnstalleerd die we nodig hebben. En dan gaan we weer sudo. En dan kan je nu dit commando uitvoeren om te zien of er al een virtueel netwerk is. En in dit geval zal dat niet zo zijn. Net list al. En dan zul je zien, er is geen virtueel netwerk. En we hebben wel een virtueel netwerk nodig, zodat de container die we gaan creëren, dat die ook wel naar een kan verbinden. Wel een netwerk heeft. Dus dat gaan we nou doen, in stap 3 geloof ik dat we zijn. zo hier heb je wat commando's om dat te bewerkstelligen. Nou, dus wel een probleempje hier, maar daar komen we zo dadelijk wel op. Het eerste commando creëert een nieuw virtueel netwerk. En het tweede commando zet het netwerk zodat het automatisch
start. Nou, als je nu weer kijkt bij Vert Netlist, dan zie je dat hij niet aan is nog. Hij is nog inactief. We moeten wel even actief maken, lijkt me wel. Nou, weet je wat? Laten we dat maar niet doen. Kijken of dat niet nodig is. Laten we maar eens even het een en het ander gaan aanpassen door NetEdit. En dan default kom je in de configuratie van deze, als het goed is, in de configuratie van dit netwerk. Hier. En dit netwerk is gebaseerd op een template uit user share, bla bla bla. Wat kan je hier zien. En die template, daar zit een bug in. En die bug moeten we even gaan fixen. En dat kunnen we doen door te verbinden naar het netwerk en of het netwerk aan te passen en dan dit blok te veranderen. Dus als je dit doet, dan zie je hier die forward mode net en dit is fout. Dit moeten we aanpassen. Dus dit halen we. Hallo. Dit halen we weg. Dit gedeelte. En dan plakken we dit gedeelte voor in de plaats. En dat moeten we wel even zo doen. Zo, boom. Zo. En dat is gefixt. Dit is een bug. En dat hebben we nu gefixt. En dat is nu aangepast. En dan is het nu misschien wel verstandig om te rebooten. Ja, dus laten we maar reboot again. Zodat het netwerk ook geactiveerd wordt. We hebben wel gezegd, start het automatisch op als je boot. Maar we moeten nog even booten om het ook daadwerkelijk actief te maken. Oké. Dan gaan we daarna over naar stap 4. Dit is ook een stap die we moeten doen omdat er een bug is. Ik zou zeggen een bug. Maar het kan ook zijn dat het gewoon functionaliteit is die niet ondersteund wordt. Het heeft te maken met stap 5. Maar ik ga het niet helemaal uitleggen hier. We gaan gewoon doen wat ik zeg. En dan gaat het allemaal als het goed is allemaal fijn netjes werken. Dus het is heel erg simpel. Hier moeten we gewoon een DSC client configureren voor in de container die we gaan creëren. Nou, hier zie je wat settings. Hier, het is een unit file systemd. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Maar in ieder geval, we creëren een nieuwe systemd unit file. Met naam My WordPress en dan dash DH client. En dan dus een omschrijving WordPress DH client. En dan start system die DH client op met een hostname My WordPress. En dat is de hostname van de My WordPress container. Dus laten we dat maar gewoon uitvoeren. Ben ik root? Nee, sudo shell. Oh, ik ben niet eens verbonden. Dat moet ik ook nog even doen. Sudo shell. Nou, normaliter, als jij een eigen unit file creëert, dan doe je dat in etc systemd system. En dat doen we nu bewust niet. En dat is echt ook gewoon nodig, want als je dat in etc systemd system doet, dan gaat het niet goed komen. Maar ik ga niet uitleggen hoe dat precies zit. Gewoon reken maar gewoon dat ik dat allemaal getest heb. Je moet het echt gewoon in lijp systemd system creëren. Hij bestaat. Even moeten controleren wat bestaat. Je moet het niet aanzetten, je moet hem niet enabelen, want het is niet voor in de host, dit is voor in de container. Dus daarom heb ik het ook My WordPress genoemd, de naam van de container. Zodat je weet van oké, deze service file is niet voor de host, maar wordt gebruikt voor de container die we gaan creëren. Oké. Volgende stap is, we moeten een nieuwe container gaan maken. We noemen die container My WordPress. We moeten wel netwerkconnectiviteit hebben in de container. En daarom specificeren we op de command line dat we een netwerk willen hebben. En dat het de DSCP moet zijn. En we gebruiken het bronnetwerk genaamd default. En dat is het bronnetwerk wat we in stap 3 hebben gecreëerd. We hebben nu daar een netwerk aangemaakt. En dat is genaamd default. En dat gaan we gebruiken voor onze container. En dan kopiëren we, nou ja, niet echt kopiëren, maar dan creëren we dus een container met drie services, diensten erin. De webservice, HTTPD, MariaDB, de database service en de DH client service, zodat het IP-adres kan krijgen. Dus laten we dit maar gewoon even kopiëren en plakken. En dan wordt de container gecreëerd.
als het goed is. En het lijkt erop alsof het allemaal goed is gegaan. En dan, dan spuugt het wat informatie uit. En dit is wel belangrijke informatie, maar ik ga het niet in detail treden. Een container, niet te veel in ieder geval. Een container, hoe dat werkt is... een gedeelte van het bestandssysteem in de container wordt gebruikt van de host. En dat wordt dan met alleen lezen aangekoppeld. Dus dat bestand kan je vanuit de container, dat bestandssysteem kan je vanuit de container niet aanpassen, want het is, alleen lezen. En het is gewoon het bestandssysteem van de host. Dus alles wat op de host, op het bestandssysteem staat, wordt dan ook alleen lezen gemount in je container. En er zijn ook, is ook een gedeelte wat wel beschrijfbaar is door de container. En dat gedeelte, dat bestandssysteem, dat kan je hier vinden voor My WordPress. Het is aangemaakt. Hier heb je My WordPress. Dat is het gedeelte wat de container kan beschrijven. Dus als je daar bekijkt, dan zie je dat het een heel gelimiteerd root file system is. LSLC. En je ziet alleen etc, home, root, user en var. En als je dat vergelijkt met, voor example, het systeem, het root bestandssysteem van de host, dan zie je dat er veel meer heeft. Het is ook etc, maar het heeft ook dev, boot, bin en dat heb het... beschrijfbare bestandssysteem niet. En wat je dus krijgt is, als je de container heeft, dan zeg maar dit bestandssysteem helemaal, maar dit is dan alleen maar lezen voor, voor de container. En dan koppelt kan de container of nou ja, het Vert Sandbox Service kan dan dit bestandssysteem eroverheen koppelen en dan is dit gedeelte kan je beschrijven vanuit het container en het andere gedeelte niet. En dus wat je krijgt is bijvoorbeeld, je hebt die webservice die je hebt bijgevoegd in de container. Nou, daar hoort natuurlijk een configuratie bij van Apache. En dat is te vinden in etc/httpd. Dus als je doet bijvoorbeeld etc/httpd, dan zie je dat dat is binnengevoegd in het beschrijfbare bestandssysteem. Zodat je vanuit de container ook de configuratie van httpd wel kan aanpassen. Dat is wel zo fijn. Dus dit is echt zeg maar beschrijfbaar. En dat wordt gekoppeld over de etc/httpd van het rootbestandssysteem, wat alleen maar leesbaar is. En dat zorgt dus voor dat je vanuit de container je configuratie kan aanpassen voor HTTPD in de container. En we hebben dat voor MariaDB hetzelfde, alleen daar is een bug en daar komen we dadelijk wel op terug. Maar dus dat je dat maar even begrijpt, dat het bestandssysteem wat hier... is lezen en schrijven voor de container. En dit is alleen maar lezen. Oké, het volgende. Er wordt ook een unit file aangemaakt voor WordPress Sandbox, My WordPress Sandbox Service. En dat kan je gebruiken om de sandbox, de container, automatisch op te starten. Maar daar is ook een bug en daar komen we dadelijk ook op terug. En het derde bestand is een configuratiebestand en dat kan je gewoon vergeten, want dat werkt niet. Wij doen de configuratie in een ander configuratiebestand en dat is, kan je vinden in etc lightvert en dan lxc en dan zal je zien dat er nu een bestand gecreëerd is met dezelfde container, met de containernaam die we hebben gecreëerd, my WordPress XML. En we gaan dat gebruiken, maar we schrijven daar niet handmatig in. We gebruiken een verse command om aanpassingen te doen aan de configuratie van deze container. Dus hier, dit is het configuratiebestand van de container. En dan heb je ook nog een configuratiebestand van het netwerk wat we hebben gecreëerd. Daar gaan we daar ook mee werken. Dat is QMU Networks, denk ik dat het is. En dan als het goed is daar een default XML. En dat is het default netwerk wat we net hebben gecreëerd. En dat is dus, daar gaan we de configuratie doen van het virtuele netwerk wat we hebben aangemaakt. Oké, daar gaan we dus even heel snel doorheen. Dus we hebben dat nu, die stap nu ook gedaan. Ja, nu moeten we zorgen dat we SE Linux gaan gebruiken om integriteit te handhaven voor onze containers. Nou, ik ga niet uitleggen hoe SE Linux werkt. Maar een van de pluspunten van veilige LXC-containers is dat je SE Linux kan gebruiken om integriteit te bewaken voor je verschillende containers. Dus stel je voor je hebt verschillende containers. Dat is het voordeel van containers. Er zit heel weinig
resources gebruiken. Dus je kan zeg maar 100 of duizenden containers hebben op een systeem. Maar je wilt ervoor zorgen dat elke container wat integriteit hebt. Zodat bijvoorbeeld niet één container een andere container kan beïnvloeden. Zeg maar, dus zeg maar dat als één container met een webserver gehackt is, dat niet die ene container zeg maar naar de andere container kan gaan en het bestandssysteem van de andere container kan aanpassen. Het moet niet zo zijn dat als één klant gehackt is, dat dan gelijk al je klanten offline moeten zijn, omdat ze allemaal zijn beïnvloed, zeg maar. Nee, door SLinux te gebruiken kan je ervoor zorgen dat mocht een klant met een container zeg maar gehackt zijn, dan is alleen die ene container kan je dan weggooien of moet je die dan zeg maar opnieuw installeren. Maar je hoeft niet gelijk dan het hele systeem opnieuw te installeren, want de schade is dan zeg maar beperkt tot die ene container en die andere klanten zijn niet beïnvloed. En dat is in een notendop hoe SE Linux hier kan helpen. Maar de details gaan in op er wordt een multi-category security model gebruikt hiervoor. En dat werkt met categorieën die je zeg maar voegt aan containers en container bestandssystemen. En elk container heeft een uniek setje categorieën. En dan zijn de regels die zeggen van oké, een container met die categorieën kan geen andere container beïnvloeden met andere categorieën. We komen dadelijk iets verder op terug, maar ik ga het niet helemaal in detail uitleggen, want het is best wel ingewikkeld. Maar we gaan in ieder geval de boel aanpassen, want we willen dus wel die SLinux functionaliteit gebruiken. Maar je kan het op twee manieren configureren. En de ene manier werkt volgens mij niet helemaal optimaal. En de andere manier is door het hier deze aanpassing te doen hier statisch. We hebben het type statisch. En dat houden we zo, en relabel houden we ook zo. Maar we moeten een label geven met unieke categorieën. Dus we gaan gewoon zeggen van oké, deze container My WordPress krijgt deze unieke categorieën. En ik leg zeg maar gewoon C1, categorie 1 en categorie 2. Dat is de combinatie van unieke categorieën voor deze container. En dat slaan we op. En nu krijgt dadelijk als de container zeg maar opstarten, krijgt hij automatisch die categorieën. Oké, dat is het één gedeelte ervan. Het tweede gedeelte ervan is dat we dus ook moeten zorgen dat het bestandssysteem ook die categorie krijgt. Zodat het proces met die categorie alleen bestandssystemen met dezelfde categorie kan beïnvloeden. Niet dat één container een andere containers bestandssysteem kan beïnvloeden, dat willen we niet. En om dat te doen, en dit kunnen we weghalen, want dat hebben we al gedaan, dit gedeelte. Om dat te doen moeten we even zorgen dat we wat aanpassingen doen met SE Linux. En dat dit commando vertelt SE Linux, oké, je moet alle bestanden en directories, folders in deze locatie, onder deze locatie, moet je maar vergeten. Dus dat zullen we eerst even uitvoeren. Daar moet je niks mee doen, want standaard zou SE Linux, als je bijvoorbeeld het bestandssysteem opnieuw labelt, zou het zeg maar de boel in deze directory, in deze folder, zou het resetten naar wat er was gespecificeerd op het systeemniveau. En dat zou fout zijn, want dan als je bijvoorbeeld het bestandssysteem op een gegeven moment moet herstellen en relabelen in het Engels. Dan zou de bestandssystemen die in deze locatie zijn, zouden gedeclassificeerd worden. En dat wil je niet, want je wil wel zorgen dat de integriteit gehandhaafd blijft, ook al moet er een relabel plaatsvinden. En door deze regel aan te passen, zeg je tegen SE Linux, oké, alle bestandssystemen die onder deze locatie zijn, daar moet je niks mee doen. De labels moet je niet veranderen, want die labels die zijn handmatig aangemaakt. En ik wil niet dat je dat zeg maar reset. Want anders dan moet ik alles weer handmatig gaan aanpassen en dat wil ik niet. Dus dat is waarom ik dit command uitvoer. En daarna moeten we dus ook even handmatig, want ik zei het al eerder handmatig, moeten we handmatig die categorie die we net hebben geassocieerd met de container, moeten we ook associëren met het bestandssysteem.
zodat alleen deze container dit bestandssysteem kan benaderen en veranderen. En we hebben gebruikt categorie C1 en C2, dus dat moeten we even aanpassen. C1, C2 categorieën. En dit commando zou dat moeten aanpassen, dan kunnen we even verifiëren. En dan zie je dat dit is veranderd van S0 naar S0 C1 C2. Dus nu hebben we het bestandssysteem met deze twee categorieën en we hebben het proces met deze twee categorieën. En nu kunnen we dus, de SLinux heeft dus een regel die zegt, oké, processen met die categorie kunnen alleen bestandssystemen met die categorieën aanpassen en niet andere. Dus als jij een andere, zeg maar een ander bestandssysteem hebt met categorie C3 en C4, dan kan het proces met categorie C1 en C2 niks doen aan dat bestandssysteem, want de categorieën zijn niet hetzelfde. En dat is hoe je integriteit tussen de verschillende containers kunt handhaven, bewaken. En zo, dus nou kan je er zeker van zijn dat als de container MyWordPress wordt gecompromitteerd, dat het niet die andere containers kan beïnvloeden als die andere containers bestandssystemen en processen andere categorieën hebben. Ik hoop dat je dat begrijpt. Ik ga er gewoon heel snel doorheen. En dat is basically het idee. Nou, wat we vervolgens willen doen in stap 7 is, we willen een statisch DHCP adres associëren met onze container. Het is een webserver en we willen niet dat elke keer als we de container opstarten dat het een nieuw IP-adres krijgt. Dus we moeten er echt voor zorgen dat deze container altijd hetzelfde IP-adres krijgt. En dat doen we door statische DHCP toewijzing. Dus we doen geen statische IP in de container zelf. Nee, de container gebruikt DHCP, maar op de DHCP server maken we een associatie tussen het MAC-adres van het network interface van de container en het IP-adres wat we gaan willen toewijzen aan de container. En dat doen we. We moeten eerst even het MAC-adres vinden van de container. En dat doen we dus door in de configuratie te kijken. En dan kun je hier onderaan ergens vinden de netwerkinstellingen die we hebben gespecificeerd op de commandolijn met Lightford, Sandbox, Service en dan Create. En hier heb je het MAC-adres van de container. Dus we moeten dat eventjes een notitie van maken. Want dat gaan we gebruiken om dat te associëren met het IP-adres, het statische IP-adres. Dus dat is even, dit is dan het nieuwe MAC-adres. Paste. En dan moeten we hier, dit is de associatie die we gaan toevoegen aan het netwerk wat we hebben gecreëerd. Dus het MAC-adres veranderen door het met het MAC-adres van wat we hebben gecreëerd. De naam is MyWordPress, dit is gewoon de hostname, het containernaam, de hostname ook, want we hebben we doen DHCP ook met deze hostname, DHC client. Dus dat is de hostname en het IP-adres wat we gaan gebruiken is 122.122. Dus we gaan het netwerk, het default netwerk aanpassen waar de container naar verbindt. En we gaan daar een statische mapping aan toevoegen. Net edit. En dan my WordPress. Oh, sorry, default. Oeps, het netwerknaam is default niet, my WordPress. Dat is de containernaam. En dat voegen we hier toe in het DHCP blok. I. En dat doen we een tapje hier. En dan voegen we hier gewoon toe. Dus nou zeggen we gewoon tegen de DHCP server. Oké, gebruik associeer dit IP-adres aan dit MAC-adres en dit is het MAC-adres van de container. En ook geef die container deze naam, deze hostname. Dus opslaan, is aangepast. Oké, DHCP is geregeld. Nu heeft onze container een statisch IP-adres. Het volgende wat we doen, we moeten ook zorgen dat we NAT en forwarding configureren. Zodat dat als we de guest, de container automatisch starten, dat ook de IP-tables, regels worden toegevoegd. Zodat we ook de webserver kunnen benaderen, de container kunnen benaderen. Omdat die, ja, we gebruiken een NAT netwerk, het default netwerk is een NAT netwerk. We moeten dus zorgen dat dat geconfigureerd wordt. En er is een script en de bron van het script, dat heb ik hier niet staan. Dat ga ik ook niet helemaal uitleggen. Dat kan je in mijn andere video, kan je dat bekijken, mijn Engelstalige video.
Maar in ieder geval, je moet een directory aanmaken in etc libvirt, genaamd hooks. Want dat is waar libvirt hooks zoekt. En dan maak je een nieuw bestand aan, dat heet lxc. Undo. Een scriptbestand. En dan kun je gewoon, ik kan gewoon nano doen. Tekstbestandje nano. En dan in daarin moet je dit script plakken. Dit is een bash scriptje. Wat libvirt aanroept zodra je een container start en stopt. En daarin voeg je dit naartoe. En ik had het al aangepast, maar er zijn wat dingen die variables die je moet aanpassen waar je even naar moet kijken. Bijvoorbeeld de externe netwerk interfaces. En dat kan je dan gewoon doen door een host ifconfig of IP address show. En dan kan je de netwerk interfaces, de externe netwerk interfaces zien. In dit geval ETH 0 en Virtual Bridge 0. En het externe IP adres. En dat is wel veranderd. Dat moet ik wel aanpassen. Volgens mij hebben we 180, maar dan kan ik gelijk even kijken. IP address show. En dan kan ik zien welk IP-adres geassocieerd is met ETH 0 en het is 180 inderdaad. Dus dat moet ik even aanpassen. 180 en niet 248. 180. En dan heb je hier machines. En dit is dan zeg maar de containernaam. En dat is My WordPress, want we hebben een container met de naam My WordPress gegeven. En hier, dit is wordt gebruikt door libvirt om te identificeren welke container er wordt gestart en welke regels we dan moeten toevoegen. Dus My WordPress hostname is My WordPress. Dat is dan de containername, de hostnaam, ze zijn hetzelfde. Het IP-adres is het IP-adres wat we net ook geassocieerd hebben met MAC-adres van de container. Dus het is statisch 122 en dan de ports, de source en de destination ports, want we willen graag de webserver forwarden. Dus het gaat hier nu alleen over de webserver die geforward wordt naar het externe netwerk. En dat is dan ook SSL, maar dat gaan we niet configureren. We doen nu alleen zonder SSL. Maar in ieder geval 443 wordt dan ook, port TCP 443 wordt ook, kan ook van buiten benaderd worden als er iets aan luistert. En dat is eigenlijk het hele geval. We moeten het script ook wel eventjes executable maken. Want het wordt dus een bash script, dus het moet wel. Je moet wel uitvoerbaar zijn. Executable plus x. Nou is het script uitvoerbaar. En dan hebben we het nat gedeelte hebben we ook geloof ik zo'n beetje geregeld. Waar zijn we? Ja. Oké, en dan gaan we nu MariaDB configureren. Maar het lijkt me verstandig om toch even eerst te rebooten. Ik weet niet precies waarom. Ja, nou ja. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar oeps. Maar toch maar gewoon even doen. Want we gaan dadelijk de container voor het eerst opstarten. Reboot. En misschien wel even goed om te controleren dat alles juist is aangepast. Want ik rag er nou doorheen door al die stappen. Ik heb een uitgebreide Engelse demo, maar in die demo is zo uitgebreid dat er ook een hele hoop fouten worden gemaakt, dus het is echt boring. En deze demo hopelijk gaat een beetje foutloos en een beetje snel. Dat is de bedoeling. Sudo shell. Even kijken, netlist. Of ja, even kijken, vers C. En dan LXC. Even kijken of het netwerk goed zit. Netlist. List. Kijken of het gestart is. Default. Maar hij is in ieder geval actief en autostart en persistent. Net edit, even kijken of het netwerk nog goed uitziet.
default. Even kijken, we hebben dat natte gedeelte wat we moesten aanpassen, wat een bug was, hebben we, dat zit er nog steeds in, dus dat heeft hij geslikt. En dit gedeelte, dat static DSCP mapping, slikt hij ook. Dus dat is ook cool. Dus dat ziet er allemaal tot nu toe allemaal nog redelijk goed uit. Er komen altijd fouten. In ieder geval, met betrekking tot MariaDB, dit is een bug, stap 9 is een bug. En ik heb het er eerder al over gehad, over het beschrijfbare bestandssysteem en het alleen lezen bestandssysteem. Nou, om MariaDB te gebruiken, moet de configuratie van MariaDB ook beschrijfbaar zijn bij de container. En dat is een bug in de configuratie van Vert Sandbox Service Creator, denk ik. Want de ETC MyCNFD van MariaDB wordt niet beschrijfbaar aangekoppeld in de container. Dus dat moet je handmatig doen. En dat kan je dan doen door de MyWordPress container aan te passen, configuratie aan te passen met dit commando en dan dit toe te voegen. Laten we dat maar even doen. Dat is de eerste stap. Verse. En dan connect LXC. Alex, for Christ's sakes. En dan edit. En dan mijn WordPress. En dan, ik kan zien dat het hier, voor HTTP is het al gedaan. Dus we hebben HTTP toegevoegd aan onze container. En onze sandbox create heeft automatisch gezegd, oké, jij wil HTTP toevoegen. Nou, dan wil je ook dat ETC HTTP beschrijfbaar wordt voor de container. En dat is met MariaDB niet helemaal goed gegaan, want het blijkt nu dat MariaDB config ook schrijfbaar moet zijn. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat niet 100% zeker weet of dat nog van toepassing is, maar het was eerder wel, leek het wel van toepassing, dus ik wil dat gewoon even beschrijfbaar toevoegen aan het systeem. En dat is gewoon wat je hier doet. Hier zeg je gewoon tegen de configuratie, oké, dit is mijn beschrijfbare bestandssysteem. Voeg deze locatie die daar is. En dat kan ik die zo wel even laten zien. Die locatie bestaat. Dus dat heeft hij wel goed gedaan. Mount dat beschrijfbaar in de container. En dat is wat het tweede doet. Source is de bron. En het doel is de container. Dus in de container wordt deze locatie dadelijk beschrijfbaar. En zonder deze entry zou dat alleen lezen zijn. En dan krijg je dadelijk problemen als je dadelijk wat met MariaDB wil doen. Dus dat is dat gedeelte. En dan kan je laten zien dat wel ook aanwezig, dat dat wel is in het beschrijfbare bestandssysteem. Kijk maar wat Firelight, dit hier zo zie je, het bestaat. En dat dus het moet ook wel in de bron, moet het ook wel bestaan, wil je het kunnen aankoppelen in het doel. Dus je moet wel even, als jij voor bijvoorbeeld een ander bestand beschrijfbaar wil maken in de container, dan moet dat bestand natuurlijk wel bestaan in je beschrijfbare bestandssysteem, hier zo. En dan moet je het ook aankoppelen, beschrijfbaar aankoppelen in je container. Dus dat is een beetje wat ik net heb gedaan, maar het bestond al in het bestandssysteem, in het bronbestandssysteem. Het enige wat ik heb gedaan is gezegd van tegen de configuratie van koppel dat beschrijfbare bestandssysteem ook aan in mijn container. En nou is dadelijk deze locatie is dadelijk beschrijfbaar door de container. En dat is nodig, dat denk ik nodig voor MariaDB. Dus dat is waarom ik het doe. en dan moeten we wat configuratie, wat beveiliging aanpassen. Maar niet alleen dat, ook wat configuratie, anders breekt MariaDB. Want bij default of standaard wordt het logbestand beschreven in een locatie die alleen lezen is. En we gaan werken daar gewoon helemaal heel simpel omheen door de loglocatie te veranderen naar een locatie die beschrijfbaar en leesbaar is. Varlog MariaDB. Dus vandaar. Het is eigenlijk wel vreemd, maar ik ga dat nu niet uitzoeken. Maar er zijn wat, ik heb wat vraagtekens hier. Nou, hoe je dat moet doen is, je moet even verbinden, dus ik ga dat even gewoon vanuit de container zelf doen. Dus we gaan nu voor het eerst
gaan we verbinden, moeten we natuurlijk eerst de container wel opstarten. System control. En ik hoop dat dat kunnen we ook gelijk zien of het goed gaat. System control start. En dan is het my WordPress sandbox. Want dat is de unit file die is gecreëerd. PS aux om te kijken of het ook opstart. En het start op. Dus dat is mooi. En hier kun je ook al gelijk zien hoe dat werkt. Kijk, als die sandboxen hebben. Die containers hebben een speciale security Evelyn security context. En als je dan met de hoofdletter Z doet, PS aux, dan kan je dus echt zien welke processen in die zandbak zitten en welke niet. En dan kan je ook gelijk zien dat die categorieën die we hebben toegevoegd ook echt zijn aan het proces zijn geassocieerd. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. En dan kan je ook echt zien, dit gedeelte is de container. Dit is de container. En je kan ook gelijk zien dat de DHC-client, die we handmatig hebben moeten toevoegen, dat die er ook in zit. Dus dat is ook mooi. En we zien ook dat MariaDB voor het eerst is opgestart. Dus MariaDB is nog aan het initialiseren, kan je zien. Install DB, dat doet hij als hij voor het eerst gestart wordt. En HTTPD, waar ben jij? Hier gaat HTTPD is ook opgestart. En het is momenteel slechts één draadje, maar er komen dadelijk meer draadjes. We moeten even wachten dat Maria. Oeps. Lullig. Totdat dit klaar is met initialiseren. En het ziet er naar uit dat hij klaar is met initialiseren. Oké, dus nu kunnen we verbinden. En ik heb hier, dit had ik geloof ik al in mijn clipboardje staan. En dan gaan we de configuratie aanpassen. En dan kunnen we gelijk controleren. Oh, en dat moet ik aanpassen. Dat is my WordPress. Kunnen we gelijk controleren of het beschrijfbaar is. Dus nano etc. My CNF D. En dan is het server CNF. We moeten de server configuratie even aanpassen. CNF denk ik, hè? Ja. Dat zal toch? Ja. Moeten we hier even het een en ander aanpassen. Dus in het serverblok willen we even zeggen dat de service alleen op de loopback mag luisteren. En dan wat andere zaakjes. Deze jongens hier. En als alles goed is gegaan, kan je dit gewoon save en exit en dan verandert het. Dus is dit gewoon beschrijfbaar nu. Want we werken nu vanuit de container. Hè? Dus nu zijn we in de hoedanigheid van de container. Dus als ik nu save en exit doe en hij slaat het op, dan is alles goed gegaan. Dan hebben we net alles goed aangekoppeld. En dat klopt. Dus de logfile gaat nu naar varlog MariaDB MySQL log. En dat moet ook daar gaan. Want als je dit niet doet, dan faalt het een en ander. Want het andere is niet beschrijfbaar. En kan je ook nou wel even heel snel laten zien hoe dat zit. Dus hier heb je het bestandssysteem van de container. En dan zie je dat er bestanden zijn met svirt sandbox file t. Dat zijn de bestanden die leesbaar en schrijfbaar zijn door de container. De bestanden met dit type. En alle andere bestanden zijn alleen maar lezen. Dus bin is alleen maar lezen. Boot is alleen maar lezen. etc is alleen maar lezen. Maar etc cnf, als ik nou ls al zie, etc en dan grab my cnf doe, dan zal je zien dat die weer wel my cnf die, sorry, dat die weer wel het type assert sandbox valt die. Dus dat gedeelte is weer wel beschrijfbaar. Dus ik hoop dat het nou een beetje begint te dagen hoe dat werkt. Er zijn twee bestandssystemen. Het ene is leesbaar van de host. En het andere is een bestandssysteem dat is gemaakt alleen voor deze container. En daarom associëren we ook die categorieën. Dus het proces heeft deze categorieën C1 en C2. En het bestandssysteem wat beschrijfbaar is heeft ook categorieën C1 en C2. En daarom kan alleen deze container schrijven naar alleen dit bestandssysteem. Deze container naar dit bestandssysteem. Dus als je nog een andere container hebt met categorie C3 en C4. En met de gecorresponderende bestandssysteem met C3 en C4. Dan kunnen die twee containers niet met elkaar zijn spullen kutten. Om het zo maar eens in het goed Hollands te zeggen. Oké, dus
Nou zie je dat ik doe dit hier en dan krijg ik allerlei permissions denied. En dat, ik weet niet precies hoe dat precies zit, maar dat heeft wel te maken waarschijnlijk met hoe de boel is aangekoppeld en dergelijke. Maar dat is allemaal mooie beveiliging, dus dat is allemaal cool. Oké, hier kunnen we geloof ik nu uit. Even kijken wat ik nog meer heb. Oh nee, we zijn er nog niet. We moeten nu dit commando uitvoeren. En dat commando dat doet die MariaDB nog eventjes dicht spijkeren, dicht timmeren. En dat doe ik ook vanuit de container. Oh, en dan kan ik ook gelijk zien of de container werkt. Enter current password, dat is niks. En nou zie ik dus dat er iets niet goed is. En ik weet hoe dat komt. Dat komt door de logfile en ja, dat komt door de logbestand wat we net hebben toegevoegd aan server.cnf. Hij zegt nou van ja, ik kan niet schrijven, En dat komt omdat hij wil schrijven naar het logbestand. Maar we hebben het logbestand net aan de configuratie toegevoegd. Maar we hebben de configuratie nog niet herladen. Dus laten we Ctrl-C doen. En laten we System Control Maria DB of ja, ik denk dat het Maria DB restart. En nou herstart die Maria DB met die nieuwe configuratie aanpassingen die we net hebben gedaan. PS out. Draait Maria DB. Ja, hij draait weer. En nu is die gestart met logbestand van varlog, wat we net hebben aangegeven. Dus nu als we het nu draaien, zou het wel moeten werken. Dus we doen het, proberen het weer. Nee. Weird. Weird. Inconsistent. laten we maar eens exiten. En laten we maar eens gewoon service sandbox deze opnieuw restarten. Die zal altijd zien dat er problemen zijn. Altijd. Het is nooit dat je zegt het gaat allemaal smooth. Oké, nou kijken of het nu wel gaat. Nee. En hier zegt hij dat, read only file system. En dat weet ik. Maar dat werkte eerder wel gewoon. Is dit gewoon een shell scriptje? Ik hoop het. Als het nou gewoon een shell scriptje is, dan kan ik zien waar het fout gaat op 232. Ah, het is gewoon een shell scriptje. Dus, waar is... Oh, moet ik Ctrl T hebben eigenlijk. Whoops. Nou, gaan we gewoon handmatig ernaar. Misschien is het wel... Ik denk dat het... het heeft te maken met... hoe moet ik het zeggen? Dat ik eerst dit had moeten doen en daarna de boel had moeten aanpassen ofzo. Ik zal eens kijken hoe dat zit. Nee, het zit er nog steeds. Uit zoals het eruit moet zien. Is dit wel... Net dat.
Jezus, waarom is de vorige keer werkte dit gewoon prima. Oh ja, NetSat is natuurlijk weer niet ingeïnstalleerd, want het is een hele minimale installatie. Dit heeft te maken. Iets is er alleen lezen. En dat moet lezen en schrijven zijn. Maar wat het is. Dit is lezen en schrijven. En je kan ook zien. Laten we maar eens even kijken in de log. Van mijn log was staat niks. Vreemd. Heb ik een stap overgeslagen? Laat ik even goed lezen. Nee, dit ziet er allemaal gewoon goed uit. Dus het file in directory, Jezus. Wat een nachtmerrie. De ene keer gaat het wel, de andere keer gaat het niet. Laat ik het eens even zo doen. Ik denk dat ik al weet hoe het zit. Maar ik weet het niet zeker. Ik denk het al. Ja, dit is het probleem. Dit bestand, dit shellscript, voeren we uit vanaf de slash de root directory. Maar de root directory is niet beschrijfbaar. Dus wat dat bashscript doet, het creëert wat tijdelijke bestanden. En het wil het creëren in de root directory. Maar de root directory laat het niet toe. Dus als we het volgende. Nou gaat het wel werken. CD etc. En dan, wat is het? My CNF. Die. We gaan daar naartoe. En nu voeren we bestand uit. En nu gaat het wel werken. Oh.
En nu gaat het wel werken, want dit is wel beschrijfbaar, deze locatie. Zie je? Zet het rootpaswoord. Nou, ik zet het gewoon even tot ABC 1, 2, 3. Want dit is natuurlijk gewoon een testsysteempje. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waar je eventjes rekening mee moet houden. Dat bepaalde gedeeltes zijn niet beschrijfbaar en andere gedeeltes weer wel. Dus ja, je moet dat gewoon eventjes even rekening mee houden. Oké, dus dat was even een kortje. Dus echt hier gewoon even CD, ETC, MY, CNF, D doen en dan. Want anders dan gaat het gewoon niet werken. Oké. Dus dat is dat gedeelte. Dan zijn we daar dan ook weer doorheen. Dit is... Die kunnen we nu uit, geloof ik. Toch? Wat is de volgende stap? De volgende stap is WordPress configureren. Ja, de volgende stap is WordPress configureren. Dus we gaan hieruit. Of actually, we hadden er niet uit moeten. We moeten nu naar, wat is het? Deze, even kijken hoor. Deze locatie. Om de WordPress configuratie aan te passen, want daar zit ook een bug in. Nano. Die alliance hier, die gaan we weghalen, want we gebruiken niet deze locatie, die is Share WordPress. Want die locatie is waarschijnlijk alleen lezen en we moeten WordPress moet ook kunnen schrijven naar zijn directory. Voor de een of andere reden. Dus we gaan gebruiken var www.html WordPress. En nou moet je ook hier dit toevoegen. Ik weet niet of ik dat heel in mijn... Ik zal het even pakken. Deze, die require all granted. Dit is een verandering in Apache. En de configuratie is nog niet aangepast. Of hij is misschien wel aangepast. Maar hij werkt niet helemaal. Blijkbaar niet helemaal. Als het goed is in deze Apache 2.4. Of ja, nee, ik weet niet hoe dat precies zit hoor. Maar in ieder geval, dit moet je even toelaten. En dit moet je ook even aanpassen. Var www, want dit is... Daar moet je wel kunnen schrijven ook, geloof ik. www.html. Als het goed is dit het. Zou dit het moeten fixen. Dus dat is de configuratie hebben we nu geregeld in de container. En dan moeten we nu even zorgen dat we WordPress installeren. Dus we moeten even WordPress... En als het goed is, komen we dan op de WordPress-site. En dan kunnen we hier downloaden. En dan pak ik de tar gz 5mb, dat is een hoop. Copy links location. En dan vanuit hier... doen we het maar gewoon even vanuit de... Vanuit de container. Var... www.html en dit gedeelte is beschrijfbaar als je kan zien door de SVN sandbox. Dus moeten we even dat spulletje gaan binnentrekken. Oké, en dan moeten we het even gaan uitpakken. Tar, wat is het? XZVF en dan hoef je niet meer met dash te doen, geloof ik. En dan is het latest test tegen tar gzip. En dan pak het als het goed is de boel hieruit. En dat gaat ook goed. Als je kijkt, dan zie je dat momenteel met nobody en een fast nobody is gedaan. En wat wij willen doen is, we willen het Apache de eigenaar laten zijn. Dus wat je kan doen is gewoon het volgende. En nou is Apache de eigenaar. Dus nou Apache kennen nou naar schrijven ook. En dat is ook wel belangrijk, geloof ik.
Oké, nu moeten we een gebruiker aanmaken en een database aanmaken. Dus we moeten even verbinden naar de MySQL in de guest, in de container. A, B, C, 1, 2, 3, want dat hebben we net aangemaakt, dat wachtwoord. En dan moeten we hier nu wat commando's gaan uitvoeren. Eerst moeten we een databankje aanmaken. Genaamd WordPress. En daarna moeten we een gebruiker aanmaken en die gebruiker toegang geven tot de WordPress databank. En dan de WordPress databank, WordPress at localhost en dan met password ABC 123. Gewoon voor het testen. En dat gebeurt ook goed. En nou ja, als het goed is, kan ik nou gewoon exit doen. Ik ben niet zo'n databank bos. Oké, nou het volgende wat we moeten doen is eventjes WordPress configuratie aanpassen. En dat is in CD WordPress. En dan moeten we even dit MV copy MV oeps en dan zonder sample. Oh, MV, dat is stupid, maar ja, dat is prima, dat zal dan wel, hè. Eigenlijk had ik een backupje moeten hebben. En hier kun je wat spulletjes aanpassen. So, dus de database is WordPress. De gebruikersnaam is ook WordPress. En het wachtwoord van de databank is ABC123. En de localhost, de rest is allemaal goed. Oké, dat is aangepast. Edit creds, dat is gedaan. En dan dadelijk moeten we de webserver opnieuw opstarten. Maar we gaan eerst maar eens gewoon het laatste stap doen, geloof ik. Dat is stap 15, dus stap 14 slaan we gewoon over, want dat slaat ook helemaal nergens op, geloof ik. Stap 15 is ervoor zorgen dat WordPress container automatisch opstart. Nou, er is dit WordPress underscore sandbox service file. Maar dat ding werkt niet. Wat we moeten doen is, we moeten er ook een timer bij gooien. Zodat, want als jij, ja, hij werkt niet, zeg maar, die service file. Dus gewoon even cd etc systemd system en dan system. En dan LS all. En dan zie je dat daar die sandbox hier, die My WordPress sandbox service is. Maar die werkt niet. Dus je kan niet zomaar, zeg maar, system control enable sandbox service doen. En dan denken, oké, nou het zit wel goed. Want als je dat doet, dan start hij te vroeg op. Voordat er een libvirt socket is waar hij naar wil verbinden, is hij opgestart en dan faal je. Dus wat je moet doen is een timer aanpassen, erin bijvoegen. En die timer die zegt oké, start die unit op maar 30 seconden nadat het systeem is opgestart. En dat doen we om ervoor te zorgen dat die libvirt socket bestaat. Dus daarom doen we deze timer toevoegen, zeg maar. Zodat het niet direct opstart. Maar na 30 seconden. En als het goed is, is dat geregeld. Zo, hier zeggen we dus onactive sec 30. Dus 30 seconden. Ik moet echt die naam aanpassen. Het is My WordPress container. My WordPress. Nou. En dan moet je hem ook eventjes daemon reload doen. Oh ja, en de system en even aanzetten, die timer moet aan. Dus de unit file zelf hoeft niet aan, maar de timer moet wel aan. Oké. En daemon reload hoeft niet. Nou,
Ja. Nou, als het goed is, als we nou rebooten, zou op na 30 seconden zou die webserver benaderbaar moeten zijn. Dan, natuurlijk, dus gaat altijd wel fout, dus reken er maar niet op dat het in één keer werkt, maar oké, het zou moeten werken. Dat is de theorie. Dus na 30 seconden wordt die container opgestart. En als die container wordt opgestart, die wordt met een status IP opgestart. En dan worden die NAT en die voorwaardregels worden toegevoegd aan de IP-tables, configuratie. En als dat allemaal goed gaat, dan is die server benaderbaar op 180. We kunnen even verbinden. Sudo shell abc 123 en dan a journal control s en dan kunnen we zien hier wordt de sandbox opgestart, die is net opgestart en het gaat goed, dus als alles een beetje mee zit is die nu bereikbaar op IP-adres 180 en dan kunnen we de boel gaan, de installatie gaan yep. Dus de site title is mijn WP. De username is Joe. De password is abc123. En die moet je dan twee keer invoegen, abc123. En dan e-mail is joe at whatever punt nl, om het zo maar eens even cool te houden. En privacy is, nou ja, dat zet ik nou even uit. Succes, login, joe, abc123. En this is it. Klaar is Kees. En nou heb je gewoon een veilige sandbox, zeg maar. Je hebt je SE Linux heb je optimaal gedaan, alleen ja, je moet er wel. Als je andere sandboxen aanmaakt, moet je wel even rekening houden dat je niet dezelfde categorieën gebruikt. Want anders dan is je isolatie ook weg, zeg maar. We hebben de NAT, we hebben NAT geregeld, we hebben forwards geregeld, we hebben statisch DHCP geregeld. We zijn een beetje ingegaan in het gedeelte wat lezen en schrijfbaar is. Dus dat was even kutte voor me. Dat ik dat, wat is het, dat commando, dat dit commando uitvoerde vanuit de root en dat ging dus helemaal fout. Welk is het? MySQL Secure Installation. Dat ik dat vanuit de root installeerde en toen ging het fout, want hij kon niet het bestand kon hij niet creëren in de root het root bestandssysteem omdat dat alleen leesbaar was. Dus dat is even dat zijn echt even dingen, daar moet je even rekening mee houden. Als hij zegt van kan hij schrijven, dan moet je even bij jezelf gaan nadenken van ja, waarom kan hij niet schrijven? Waar wil hij naartoe schrijven? Is die locatie beschrijfbaar in de container? En dat is na een tijdje nadenken kwam ik erachter van oké, ik voer dat script uit in de root van de container en die root is niet beschrijfbaar en hij probeert daar wat bestandjes te dumpen. Dat zag je ook in die output, dat was could not write period mycnf met wat nummertjes erachter. En dat betekende gewoon dat hij gewoon die mycnf bestandjes in de root wilde gaan schrijven. Maar dat kon hij niet doen en daarom faalde de boel. En dat zijn echt van die dingen, dan moet je eventjes realiseren dat hoe dat werkt en hoe dat zit met die file systems versus de file systems van de hosts die aangekoppeld worden alleen lezen. Dit gedeelte bijvoorbeeld, want dit is ook weer zoiets. En dit is eigenlijk, dit hoeft misschien eigenlijk helemaal niet eens. Dit hoeft eigenlijk waarschijnlijk niet eens.
wat je nu. Nu maak je dit gedeelte beschrijven. Maar ik doe het toch. Ik heb het toch gedaan en ik hou het gewoon zo. Maar strikt hoeft dit misschien waarschijnlijk niet eens. Strikt gesproken. Maar ik heb het gewoon gedaan. Het is misschien niet 100% perfect, deze configuratie, maar het is toch wel best wel goed, vind ik eerlijk gezegd. Als je, aangezien alle dingen waar je rekening mee moet houden, wat niet gedocumenteerd is, ben ik toch wel blij dat ik dit voor elkaar heb gekregen. Dus dit is het.